Hi, mijn naam is Jeroen en een van mijn beste vrienden heeft opeens een relatie. Oftewel, einde van onze vriendschap. Ik hoor dus heel vaak dat mensen het vervelend vinden als hun vrienden relaties krijgen, omdat je ze dan minder hoort. Ik ben denk het tegenovergestelde daarvan. Als ik mijn vrienden iets gun, is het liefde. En heel eerlijk gezegd blijf ik de eerste paar weken het liefst zo ver mogelijk bij ze vandaan. Aangezien in die eerste weken al die hormonen nog aan het gieren zijn en ze de hele tijd aan elkaar willen zitten en zo. In alle jaren van onze vriendschap heb ik haar alleen maar gekend als single. En het feit dat ze nu een relatie heeft, zal toch dingen veranderen. En aangezien ik nog steeds single ben en dat waarschijnlijk niet snel zal veranderen, dacht ik, hoe leuk zou het zijn als ik weer eens een hele dag lang het derde wiel ging uithangen. Wens me succes. Gezellig, hè? Amazing. Echt zo gezellig. Och, brandstofpeil laag, dat doet ze altijd. Dan is dat hele balkje met de brandstof is al op. En dan kan ze nog 3 kilometer rijden en dan gaat ze pas een keer tanken. Ben je ooit bij mij stilgestaan? Ja, in Italië met een klapband. Ja, dat is toch niet ons bij benzine? 4 weken geleden met een klapband. Nou jongens, stop met dat gekibbel. Wat voor mij had gelegen was het nooit gebeurd. Dat die klapband. Hè? Ja. Die klapband. Het is wel grappig, want jullie zijn allebei zo competitief. I know, maar hij is net zo erg als ik ben. Ja, echt. Ja. Mijn god, en nou minstens. Nog wel erger misschien. Ja. Nee. Heb je nou een handschoentje aan? Ja. Hij heeft zo'n pretbag. Nou, ik denk dat ik letterlijk niet meer de vraag heb gekregen hoe jullie elkaar hebben ontmoet. Ja. Via een gemeenschappelijke vriendin eigenlijk. Nou, maar hij was al 2 keer in mijn DM geslaaid. Jessie was mijn oude foto's aan het liken. Toen op een gegeven moment was het zo van, nou, we zouden het wel leuk vinden om elkaar te ontmoeten. Je was mega enthousiast. Ik was heel enthousiast. Davy vraagt, wat was Koen zijn eerste indruk op je? Ik wil wel graag mijn eerste indruk van Koen vertellen. Oh, nou, wat los. Ik dacht dus in eerste instantie, echt compleet vooroordeel, en daar ga ik er maar heel eerlijk over zijn, dat Koen een beetje... Dom. Nee, niet dom. Niet per se dom. Hoezo nou weer dom? Nee, niet dom. Nee, ja. Nee. Ik denk dat ik had verwacht dat je wat oppervlakkiger zou zijn. Ja. Dat, ik denk dat dat mijn vooroordeel was. Ja, en dat was compleet voorbij naar mijn eerste indruk. Wat was jouw eerste indruk van mij? Want dat is eigenlijk volgens mij de vraag. Ik was al natuurlijk een beetje voorbereid door Jessie. Nee, dat valt reuze mee. Althans, ja, nee, dat valt dan mee. Ik wou net zeggen, waarom is dit een ingewikkeld antwoord? Je bent heel open, ook heel aanwezig. Wel op een goede manier, zeg maar. Je krijgt nu gewoon even een persoonlijke evaluatie. Ja, eigenlijk ja. Alleen nog de eerste indruk. Alina vraagt, hebben jullie samen een tattoo laten zetten? Nou, Alina, zal ik jou eens wat laten zien? Zij is gek. Waar zit die? 2 snoephartjes en in 1 snoephartje zit een K en in de andere zit een J. En hoe lang kenden jullie elkaar toen je dat hebt gezet? 3-4 weken? Ja. Ik vond het heel lief. Ik vond het heel schattig, maar ik schrok me dood. Ja, ik dacht, jij bent helemaal gek, joh. Iets over hun seks. Hoe vaak per week hebben jullie seks? Hoe vaak per dag hebben jullie seks? Ja, schat. Oké. Dat kan ik niet in de video laten, maar... Nou, het is blijkbaar goed. Eigenlijk gaat alles gewoon echt super goed. Ja. En ik heb hele leuke schoonouders. Dat is ook belangrijk. Mijn ouders, mijn broertje en mijn zusje, die klikken gewoon heel goed met Jessie. En dat zie je ook elke keer als ze dan bij mij is en met mijn ouders is. Dan is het gewoon altijd leuk, altijd gezellig. En alles gaat zo vanzelf. Dus ze moeten wel, want ze is een heks. Anders beheks ze mensen. Dat heb ik. Waarom zijn wij de enige aan het springen? Waarom spring jij niet? Omdat ik het misschien niet zo gezellig vind. Oh. Hij wil me alleen maar voor zichzelf. Ja. Best van je.
Zo lief dat je voor mij hebt betaald. Dat hoort er ook bij, anders voel ik me buitengesloten. Ja, wat moet jij betalen, hè? Ik ben toch het derde wiel? Ik met die arm zo om jou heen, terwijl hij ernaast loopt. Hé, hey, $900 zou je halen, zei je, hè? 900. 960, zei hij. 960? Dat denk jij dat je hard kan slaan. Deze vind ik wel leuker, deze. Oké, okay, doe deze. Nou, nee. Huh? Hij heeft nog gelijk ook. Ja! We zitten hem helemaal belachelijk te maken hier. Oh, 960! Everyone else in the room can see it. Baby, you light up my world. You don't know, uh-oh. You don't know you're beautiful. Uh-oh. Jullie zijn toch een stelletje, je moet de handen vasthouden. Kijk zo. Oh. Oh. Ja, jij wel. Dat durf je niet. Ga dan. Ga dan. Nee, nee, hou, ik heb bijna mijn arm. Kan niet. Wow, pas op hoor. Jij bent helemaal gek. Ik echt veel hoger kan nog. Ik denk dat het even te zoeken is. Wat een avontuur toch, hè? Wauw. Schatje, dat is zo leuk. Ik heb lekker op zo'n grote tak gezeten. We gaan. Nee, even weg. Wat is met dat geklef? Lekker worstje voor jou. Geen worstje voor mij. Nee. Die worstje kun je wel even een keer draaien. Ja. Oké. Okay. Ja, zo daar. Die kippen blijft heel lang. Ja, zo daar. Ja, zie je, dat zei ik toch. Je moet het laten liggen. Zie je, dus zitten we nu te doen alsof hij dat allemaal heeft gedaan, dat vlees? Staat hij daar een beetje als een amateur, terwijl ik eigenlijk de grillmaster ben? Oh, draai die borstjes lekker om, schatje. Ja. Doe eens normaal. Mensen vroegen ook allemaal aan mij, is Jesse heel erg veranderd sinds ze Koen heeft? Want ze is best wel irritant en klef geworden, maar toen dacht ik, nee, zo was ze altijd al. Maar nu heeft ze gewoon iemand om het tegen te doen. Ja. Woehoe! Oh, dat kan toch niet? Weet je wat ik wel echt leuk aan hem vind? Dat als ik vervelende grapjes over jou maak, dat hij me wel ondersteunt, ja. Als jij niet doet, doet hij het wel. Zo gezellig nog even ons nachtritueeltje samen. Als jullie je tanden poetsen met een handkamer, doe je dan zeg maar je hand bewegen en dan zo? Of hou je stil door je hoofd? Hoe de fuck? Wie doet dat? Wie doet dat? Maar als je dat dus combineert, poets je steeds snel. Waarom?
Ja? We gaan naar bed. Ik denk niet dat het voor jou gaat om te gaan. Nou, we gaan toch samen slapen nog? Nee, er is geen plek. Wel, je hebt een heel groot bed. Ja. Ik kan zo lekker in het midden. Maar soms praat ik wel in mijn slaap, soms ook plasje. Nee, maar er is genoeg plek voor mij in bed. Ik kan gewoon erbij. Dat is de laatste keer dat je echt bewust in je hoek gepast hebt. Oh. Nou, gaan we naar bed? Je gaat weg. Nee, je bent de dag nog niet voorbij. Jawel, de dag is voorbij. Slaap hoort erbij, de derde wiel. Ik ben een deel van jullie relatie vandaag. Nee, ik slaap nog gezellig hier. Nee. Ik slaap gewoon nog gezellig hier. Nee. Ja, nou. Zij zei triootje wel. Oh, ik ben jullie zo zat. Oké, okay, doei. Als je die deur voor me openmaakt, dan kan ik weg. Ik vond het heel gezellig vandaag. Maar ben jullie ook zat? Ik ben jou ook zat. Nee, dat is niet waar. Jullie liegen. Jullie vonden het heel gezellig van mij. Ja. Jawel. Maar dit kunnen we wel vaker doen. Nee, dit kunnen we vaker doen. Ik kan ook wel blijven slapen. Nou, lullen. Oh. Nou. Wat lullen. Oh, ze loopt ook gewoon weg. Hallo. Oh. Hey. Het was toch heel gezellig vandaag? Ik doe het zo lullig. Het is tijd voor jou om te gaan. Ik dacht dat ik hier ook bleef slapen. Nee. Ik vind Koen wel aardig trouwens hoor. Ik denk dat het wel gewoon prima is. Zo. Ja, wel. Hij is wel een lekker box. Koen is goed gekeurd. Ja. Maar niet tegen hem zeggen. Oké. Okay. Is die weg? Oh, hij staat daar. Oh shit. Doei. Als je deze video leuk vond, zou je me heel erg blij maken met een duimpje omhoog. Als je tot dit punt in de video bent gekomen, reageer dan even in de comments. Jesse is een heks. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag snel weer.